Hoi allemaal! Een video die ik al heel lang niet gemaakt heb is een What's in my bag? En het leek me weer leuk om er eentje te doen, sowieso omdat ik het zelf altijd heel leuk vind om te kijken. Maar ook omdat ik tegenwoordig een heel ander soort tasje bij me heb dan vroeger. Ik moet zeggen, dit is mijn weekendtasje. Door de week heb ik gewoon in mijn werktas is een grotere tas, zoals je eigenlijk van me gewend bent. Want daar heb ik gewoon, mijn werkspullen en zo ook in zitten. Gewoon schrift. Gewoon op notitieboek, zeg maar. En ja, gewoon een grote fles water en dat soort dingen. Maar in het weekend ben ik tegenwoordig van klein en gewoon lekker compact, simpel. Niet al te veel poespas. Want vaak heb ik natuurlijk ook nog nieuws bij met een luiertas. En die hangt dan wel aan de wagen. Maar dan ben je echt zo'n soort pakezel. Dus in het weekend neem ik vaak dit tasje mee. Dit is een tasje van Mango. Ik ben niet altijd even enthousiast geweest over de tasje van Mango. Maar deze vind ik echt super fijn. Hij heeft twee vakken. Een kleiner vak en een groter vak. En hij heeft zo'n kwast. Nou, die kwast is heel gezellig, maar hij is echt hopeloos. Want die komt altijd tussen die ritsen zitten. Hij is wel gezellig. En ik draag hem dan of gewoon zo, of ik draag hem zo. Ik zit trouwens op mijn slaapkamer. Ik zit op mijn bed. En eigenlijk vind ik het ook wel een hele mooie plek om te filmen. Ik zit natuurlijk vaak op de kamer van Niels of in de woonkamer. Nu is Sven in de woonkamer bezig en Niels slaapt. Dus ik dacht, ik ga weer eens in de slaapkamer zitten. Maar als ik het zo op het beeld zie, dan vind ik het wel heel mooi licht. En ja, ik weet niet. Ik zit op mijn bed. Zit ook wel lekker. Dus laten we gewoon beginnen. Ik begin met het kleine vakje. Want daar zit eigenlijk het meeste in. Als eerste dit kleine parapluutje. Je hebt kleine parapluutjes en je hebt nog kleinere parapluutjes. En dit is zo'n hele kleine. Deze is van de H&M. Gezellig zwart met witte stippen en een roze handvat. Een normaal klein parapluutje past hier niet in. En deze zijn zo klein dat ze er wel in passen. En omdat het de laatste tijd gewoon heel vaak regent, dacht ik best wel relaxed om een parapluutje bij me te hebben. Dus een parapluutje. Nou, ik heb trouwens niks eruit gehaald. Dus sorry als het een zooi wordt. Dan deze flamingo's. Dit is zo'n tasje waar een tasje in zit. En omdat je tegenwoordig natuurlijk niet meer zomaar een plastic zakje erbij krijgt, wat heel goed is, heb ik tegenwoordig dit bij me. Ik heb in al mijn tassen zoiets zitten. Deze is van de Kruidvat. Die vind ik het allerleukste, want die is grijs met roze flamingo's. Dan een cadeaubon van de Prenatal. Een volle spaarkaart van de Ethos Baby. Niels een ziekenhuispasje. En hoe heet dit? Het is geen factuur, maar het is een... ik ben aan het kijken of van... Ik draag heel vaak de oude trouwring van mijn oma. Maar ik heb meer ringen van haar gekregen. En ook een ring van de moeder van mijn moeder. Die ik nooit gekend heb, want die was al overleden voordat ik geboren werd. Maar het leek me heel leuk om nog iets met die ringen te doen. Een mooi ringetje te laten maken. En dan ben ik dus bij een juwelier geweest. Of bij een atelier wat dat zou kunnen doen. Maar ik denk dat ik terug ga naar degene waar ik de trouwring heb laten maken. Omdat dit toch wel heel erg een soort van design was. En ik wil eigenlijk iets heel simpels. Dus ik dacht, ja, dan hoeft het ook niet heel erg. Nou ja, haar ken ik dus en ik vind haar heel goed. Ik ben nog steeds heel blij met mijn trouwring, dus ik dacht, waarom ook niet. De reden waarom ik er niet heen ging, is omdat ze niet in Utrecht zit, maar in Nieuwegein. En dat is gewoon niet heel praktisch nu met Niels. Als ik in Utrecht kan ik gewoon even snel op en neer. Maar in Nieuwegein, dan moet je toch, ja, moet ik toch iets van oppassen en dat soort dingen. Dus vandaar dat ik dacht, dat is een beetje te omslachtig, maar ik denk dat ik er toch maar voor ga. Pakje kauwgom eet ik niet vaak, maar soms... denk je, ja, vroeger was ik echt verslaafd aan kauwgom, vond ik echt fantastisch. En ik vind het nog steeds heel fijn, alleen met prikkelbare darm is kauwgom, nou, tenminste prikkelbare darm, zeg maar, mijn darm-issues, is kauwgom gewoon niet het allerbeste. Je lichaam denkt dat hij iets binnenkrijgt en de darmen gaan dus aan het werk, maar eigenlijk komt er niks en dan wordt alleen maar meer lucht geproduceerd en daar heb ik al genoeg van. Dus deze, maar deze gebruik ik dus eigenlijk alleen maar, bijvoorbeeld in het vliegtuig gebruik ik ze, daarom zit ze nu nog in, want ik had dit tasje ook mee naar Milaan. Maar goed, dat is alweer meer dan een maand geleden. Maar sowieso vind ik altijd wel lekker om iets
bij me te hebben in de categorie frissigheid. Maar dat kan tegenwoordig ook met deze dingetjes. Dit is dan iets minder, omdat je daar natuurlijk niet al te lang op koudt. Dus dit is vrij hapslik weg. En daarom gebruik ik dan eerder pepermuntjes. Niet mijn favoriet, maar ik vind het wel... voor mijn buik is het beter. Dan Beauty Sparen van Easy Marie. Een parkeerbonnetje. Den Haag, waar we laatst een verjaardag hadden. Even kijken. Dit is een trattoria. Dit is nog uit Milaan. Oh ja, och, deze was zo lekker. Ik moest even nadenken. Oh, Sven heeft hier de beste tiramisu ooit gegeten. Ik heb hier het beste soort chocoladebal / hazelnootbal dessert gehad ever. Dat was fantastisch. Dus als je in Milaan bent, het heet Trattoria de la Trebbia. Het zit op Via Trebbia met één been. Dat ding heet met twee B's. Via Trebbia met twee B's en dat ding is met Trebbia met één B. Maar erg lekker. En bestel dan, als je van tiramisu houdt, vooral de tiramisu. Maar ik hou niet van tiramisu, dus dan moet je een of andere bol chocola bestellen. Ik weet niet precies wat het was, maar het was fantastisch. Dan een lipkleurtje. Dit is Sexy Balm van L'Oreal in de kleur 103 Sheer. Grapje, in de kleur Sheer, in de kleur As If. En dat is een beetje een sheer lipkleurtje. Heel makkelijk, staat overal bij. Vind ik handig om zoiets in mijn tas te hebben. Even kijken. Waarom je er twee nodig hebt, ik weet het niet. Maar de Nivea handcreme. Dit spul zit in elke tas. Nou, minstens één keer. Hier kan er wel eentje uit. Er zit een folder in en een nieuwe en een wat oudere. Maar ik vind dit spul fantastisch. Ik heb het nodig, want ik heb droge handen. Ik zie één grote kartonnen vuil en één heel klein vuiltje. En hier heb ik ook wel genoeg van bij me, denk ik. Tampons. Normaal heb ik er niet zo heel veel van bij me. Maar ik heb dus niet echt meer leeggegaan sinds Milaan. En ik dacht, je weet nooit, na de zwangerschap weet je niet precies wanneer je weer ongesteld wordt en zo. Dus ik dacht, beter te veel bij me dan te weinig. Maar daar kan nu ook al wat van uit. En één vel kan eruit. Één blikje Nivea kan eruit. Zo. Ik stop het even terug. Dan het grote vak. En daar zit niet zo heel veel in. Namelijk een klein waterflesje. Omdat hier nou helemaal geen grotere in past. Als er ook nog mijn portemonnee bij moet. Dus vandaar. Mijn portemonnee is van Stradivarius. Ik vind het een hele fijne portemonnee qua hoe hij eruit ziet en hoe hij in mijn hand ligt en dat soort dingen. Ik vind het alleen niet fijn, dit klein geldvakje, want ik kan hier echt nooit iets uitkrijgen. Dan sta ik zo te Hannes in een winkel. Nou, ik heb er verder, dit kan er ook wel uit, een kortingsbon van de HEMA, die niet meer geldig is. Gewoon allerlei pasjes, OV-chipkaart. Zo waar contant geld. Ik heb eigenlijk nooit contant geld bij me. En ik weet niet wat dit is. Iets tissue-achtige. En dat is het. Nou ja, dat was het eigenlijk alweer. Dat is natuurlijk het voordeel van zo'n klein tasje. Je sleept niet je hele huis mee. En dat deed ik met mijn grotere tas wel. Daar zit echt van alles in. Wat ik hier vaak nog wel in heb zitten is een headsetje voor mijn mobiel. Dan om muziek te luisteren als ik op de fiets zit. Of om mensen te bellen als ik op de fiets zit. Tegenwoordig, mijn moeder is een keer gevallen met de fiets toen ze aan het bellen was. Nou ben ik wel iets handiger met mobieltjes op fietsen dan mijn moeder. Maar ik ben natuurlijk tegenwoordig ook moeder. Dus let extra op mezelf. Dus dan bel ik vaak handsfree. Dat zit ook gewoon lekker. Dat is makkelijk. Dus dat zit er vaak nog wel in. Alleen nu niet, want hij zit dus nu nog in mijn werktas, denk ik, hoop ik. En dat is eigenlijk alles wat er in mijn tas zit.
niet veel, maar wel eigenlijk alles wat ik nodig heb. In mijn grote tas zit ook nog iets van camouflage bijvoorbeeld. Maar dat heb ik hier dan ook niet in zitten. Soms baal ik wel, dan grijp ik mis en denk ik, oh nee, dat zit hier niet in. Maar eigenlijk, de bare necessities zitten in deze tas. Ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. Ik ben heel benieuwd wat voor tas jij hebt. Ben jij van de grote tassen of van de kleine tassen? En doe een duimpje omhoog als je ook probeert van een grote tas naar een kleine tas te gaan. Het is even wennen, maar uiteindelijk is het wel zo makkelijk. Je sleept jezelf geen breuk. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. Laat trouwens ook weten wat je van deze setting vindt. Want ik kan hier natuurlijk op zich vrij makkelijk filmen. Dus ja, laat maar weten. En ik wens je een hele fijne dag. En tot snel. Doeg! Eerst dan ben ik helemaal zo kort. Dus deze. En ook was er ook geen M trouwens. Het is gewoon een heel zwierig topje. Met een leuke beetje etnische